Welkom bij Bucks Music. Mijn naam is Tom en vandaag hebben we het over de fonkelnieuwe Fazzly Sunset Series en meer bepaald The Dawn. Een Shell Pink ST-style gitaar. Jawel, er zijn dingen die gewoon echt super cool zijn. Nu, los hiervan hebben we het vandaag over de nieuwe Fazzly-reeks. Inderdaad, de Sunset Series. En net zoals bij de Outlaw Series, ook een nieuwe reeks van Fazzly, hebben ze hier bij de Sunset Series de bar heel, heel hoog gelegd. Als je via de link in de omschrijving klikt naar de website, naar onze website Backshop, dan ga je een prijs zien die eigenlijk ja, echt wel heel ongelooflijk is hoor. Ik kan het zelf eigenlijk nog niet echt geloven. Maar toch heeft Fazzly het voor elkaar gekregen om een heel mooie reeks neer te zetten voor de eerste gitarist. Maar niet alleen voor de eerste gitarist, zelfs voor medium of gevorderde gitaristen die bijvoorbeeld geen ST-stijl, zal moeilijk zijn, maar of geen T-stijl, of zoals mij toch wel eens graag ook een Shell Pink ST-stijl of een andere kleur. Dat ze toch graag aan hun collectie willen toevoegen. Dan heb je voor een bepaald budget echt wel een fantastisch instrument. En we hebben het vandaag heel kort over deze Dawn. Dus de ST-stijl, zoals gezegd, wat valt er eigenlijk op? Heel onmiddellijk. Het is een basswood body met een hoogglanslak en beschikbaar in 6 heel mooie, frisse, moderne kleuren. 4 daarvan toch en 2 meer traditionele zijn dit hele supermooie Shell Pink. We hebben Surf Green, we hebben Sky Blue, we hebben Olympic White en dan de meer traditionele 3-tone Sunburst en natuurlijk ook Black. Verder hebben we hier op de body een slagplaat, een 3-laags slagplaat. Je ziet het waarschijnlijk nu op de video. Het zijn van die kleine details die toch eigenlijk bij deze gitaar inbegrepen zijn, maar dat je normaal gezien nooit in dit segment krijgt. Dus heel leuk ook om te zien als je speelt, vooral dan heb je dit zicht op de gitaar, maakt het allemaal gewoon iets mooier, iets afgewerkter. Dus wit, zwart, wit, heel mooi. We hebben een HSS-configuratie, wat eigenlijk wel heel cool is, vind ik. Dus een single coil in de nek, single coil in het midden. En een humbucker in de bridge. Wat toch wel zorgt dat je met deze gitaar niet alleen heel warm en zwoel kan spelen via beide pickups. Maar vooral bij de bridge pickup toch wel via overdrive of fuzz of whatever. Dat je toch ook wel met dit beest echt gigantisch kan rocken of solo spelen. Ik vind zo'n humbucker in de bridge echt top. We hebben hier ook de traditionele 5-way switch. Positie 1 is de humbucker in de bridge positie. Positie 2 is dezelfde humbucker met de single coil in de middle positie. Positie 3 enkel de middle. Positie 4 middle en neck. En positie 5 de neck. Je kan dus met de pickups die meer naar de neck gericht zijn, het zwoele warme. En dan als je wil afwisselen met sprankelend heel helder of overdrive, kan je perfect naar de bridge gaan. Je ziet, eigenlijk is alles mogelijk met dit soort gitaar. Oké, we gaan verder. Nog één ding over de body, wat eigenlijk wel heel mooi is. En je hebt hier de traditionele 4 schroeven naar de hals. Hier de slagplaat waar je aan de bridge kan. Maar je hebt hier ook een heel mooie cut-out. Toch wel een iets modernere versie. Een mooie bellycut hier. Dus die cut-out zorgt er wel voor dat als je klaar bent om je solo's te gaan spelen, dat je eigenlijk wel heel makkelijk hier aan de hoogste noten van de hals kan.
dat zie je eigenlijk ook vrijwel nooit bij dit soort gitaar. Nu, de hals zelf, je hebt het waarschijnlijk al gezien. Het is ja, een van mijn favoriete halzen sowieso. En dat is Roasted Maple, zowel de hals als de toets zelf. Dit met een satin finish. Dus eigenlijk super, super makkelijk om te spelen. Het is een C-shaped neck. Heel standaard, heel medium. Dus eigenlijk ook weer een gitaar voor iedereen. Heel mooi afgewerkt hier. Je hebt hier 22 medium jumbo frets op een 9,5 inch radius toets. Dus ook allemaal vrij standaard, maar heel makkelijk gewoon om te spelen. Maar ook andere details hier, hè, zoals de topkam is de Graphtec Tusk topkam. Zou je eigenlijk ook nooit krijgen in dit segment. Maar het zorgt er weer voor, het is weer iets extra, waardoor je heel wat meer sustain hebt en meer sprankeling. Dan gaan we over naar de headstock, dus vrij traditioneel. Hebben we 6 closed tuners hier. En natuurlijk ja, het traditionele Fazeley & Sunset Series logo erop. En ik denk dat we dan eigenlijk rond zijn als we over de specificaties spreken. Oh ja, je hebt hier natuurlijk ook nog ruimte om aan de trussrod te komen. En er zit bijgeleverd ook nog een tremolo. Heb ik er jammer genoeg nu niet bij. Maar het is een gewone standaard tremolo arm. Je hebt ook een kabel. En bij elke Sunset Series is er ook nog een free gigbag. Dus je kan jouw gitaar eigenlijk onmiddellijk meenemen naar de muziekschool, naar jouw band, naar jouw vrienden, op reis, maakt niet uit. Dus het is de whole package. En dit nogmaals voor een prijs die, I don't know, nooit gezien. En het is echt gewoon super. Gewoon een goede gitaar. Ik bedoel, het is niet het gevoel van, oh, heb je vaak met gitaren die 200-300 euro soms, hè, kan je soms wel eens het gevoel hebben van, dat is niet echt iets voor mij, maar dit is dan nog een pak goedkoper. En het voelt echt super goed aan. Ik kan er echt niks over zeggen. Ik kan het nooit vergelijken met een gitaar van 2.000-3.000 euro. Nooit. Maar dat is ook de bedoeling niet. Maar wat Fazeley hier gedaan heeft met de Sunset Series is echt gewoon een goede gitaar geven voor echt heel weinig centen. Dus je kan als starter op je beide oren slapen. Je hebt een super, super mooie gitaar die ook goed speelt, die goed in tune blijft, die gewoon goed werkt, die geen krakjes heeft, nergens. Het is gewoon allemaal geen scherpe randjes hier. Ja, er is gewoon aan heel veel gedacht. Je hebt ze dus in 6 heel mooie kleuren. Dus wil je echt de Olympic White is ook altijd super mooi. Vooral omdat de kapjes hier en de knopjes toch een beetje dat aging effect hebben. Past natuurlijk super goed bij het Olympic White. Maar ook bij het Surf Green of het Sky Blue. En wil je echt meer zwart blijven, no problem. Check het hier ook met de Roasted Maple Neck. En dan de Age Knobs en zo is eigenlijk ook super, super mooi, vind ik, in het zwart. En ik heb hem momenteel niet in het Sunburst staan, maar ik ga even de Tempest 90, is eigenlijk ook van de Sunset Series, maar dan de T-style versie, de Tempest 90. En je ziet eigenlijk hier, en dus dat zal ook de 3-tone Sunburst zijn, die je dan op deze down hebt. Wil je dus echt ook eens naar de T-style gitaar of de Tempest kijken? Ik zet de link in de omschrijving en dan kan je eigenlijk ook deze reeks bekijken. Het zijn dus eigenlijk bijna 2 identieke modellen, maar een ST-style en een T-style. Voilà, en soms moet het echt niet veel meer zijn. De link staat in de omschrijving. Heb je vragen hierover? Zet ze gerust in de comments en we gaan ze zeker beantwoorden. Vond je het een leuke video? Geef ons zeker een like. Wordt enorm geapprecieerd. En vergeet je niet te abonneren op ons kanaal. Check ook onze andere socials als je op de hoogte wil blijven. En voilà, dit was de Funkel nieuwe Sunset Series. En meer bepaald de Dawn. Een prachtige gitaar. Mijn naam was Tom. Dit was hier de Bax Music Studio. Ik bedank jullie enorm voor het kijken. En ik zie jullie hopelijk heel snel terug bij andere video's hier bij Bax Music. Nogmaals, tot snel en veel speelplezier. Bye bye.